Je kijkt naar Back to the Roots. Samen met Ems van Broederliefde ga ik terug naar het land van zijn roots, Kaapverdië. Hij is een van de drijvende krachten achter Broederliefde. Samen met hun, maar ook solo, verbreekt Ems alle muziekrecords. We kennen hem als trotse Rotterdammer uit Spangen. Maar hoe kijkt hij naar zichzelf? Hij neemt me mee naar een moskee op Kaapverdië. En samen duiken we in de duistere geschiedenis van het eiland. We bezoeken zijn opa en oma en zien een hele andere kant van Ems. We ontmoeten oude en nieuwe muzikale helden die hem dagelijks inspireren als artiest. Maar we beginnen onder de rook van Rotterdam bij Ems thuis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Geliefde zuster. Alhamdulillah, goed met jou? Ja, gaat goed. Handelen gaat ook ja, goed. Ja, zeker. Mooi. Mag ik mee naar binnen? Zeker, kom binnen, man. Met uw zoon gaan we terug naar de roots, naar Kaapverdië. Wat vindt u daarvan? Dat we dit heel gaan doen? Heel mooi. Ja? Dat jullie naar het dorp gaan waar ik geboren, waar ik vandaan kom. En wat heeft u zelf van Kaapverdië meegegeven aan uw zoon? Ik heb mijn best gedaan om hun taal te leren. Nu hebben ze geleerd en zelfs Kaapverdiaanse taal schrijven ze beter dan mij. Soms corrigeert mij soms. Ze hebben ons heel veel meegegeven, heel veel geleerd. Dus ik ben trots dat dit mijn moeder is. Mijn beste gedaan. Hoe was het voor u om naar Nederland te komen vanuit Kaapverdië? Het lijkt me een hele grote overgang. Heel groot. Ik was nog jong. Dus ik had heel veel interesse om te leren. Ik kon eten maken, ik kon schoonmaken. En dat hebben mij beschermd. Want ik ben via Portugal. Daar heb ik 1 jaar gewerkt. Ik ben naar Nederland gekomen na die 1 jaar. Op 14e kwamen ze al hier naartoe. Dus dan ben je nog eigenlijk een kind. Ja. Weet je, en vanuit daar heeft zij al veel meegemaakt en veel gezien. En dat heeft ze gewoon, alles heeft ze wel aan ons meegegeven. Dus je bent eigenlijk, ben je geboren in Nederland, in Rotterdam. Maar alle dingen die we hebben meegekregen vanuit Kaapverdië, dat zijn dingen die ik nooit meer vergeet. Dat lijkt me ook een hele grote overgang. Ineens bent u dan in Rotterdam? Ja, toen ik hier kwam was sneeuw. Maar ja, ik dacht, oké, ik ben helemaal hier. Dus toen ik mijn kinderen kreeg, op een jonge leeftijd, heb ik gekozen voor mijn kinderen. Vriendinnen is belangrijk als je jonger bent. Maar ik heb een stap genomen dat ik nu heel erg blij ben. En trots, omdat ik denk, ik laat het plezier, ik laat het feest, ik laat vriendinnen, die ik heel veel van houd. Ik kies voor mijn kinderen. Ik vind het ook heel mooi dat hij mij bij betrekt, dat hij dankbaar is. En dat altijd zegt, nou, ik ben trots op jou. Je bent een sterk mama. Ik ben een dankbaar. Dat het tot nu toe is gegaan. Ja, ik zeg het met echt boos vooruit. Sterke vrouw. Ineens denk ik, lig bij mijn moeder in bed. Laat over hoeveel goed is ik. Dit is ineens vliegt die lijn zo door mijn hoofd. Voor die dingen, voor die boete, ze weet het ook. Ze heeft gelijk. Ze heeft mijn hoofd geschreeuwd van dit kan niet, dit en dat. Omdat uiteindelijk zijn de keuzes die ik maak en de fouten die ik maak. Maar daar uiteindelijk leer ik daarvan en groei ik als persoon. En ze heeft me altijd ondersteund daarin. En, dat is heel belangrijk. Ik ben dankbaar, man. Als je kinderen hebt, dat je niet snel opgeeft. Je moet gewoon positief blijven en altijd denken dat het goed komt. Ik lag bij mijn moeder in bed. Moeder in bed. Praten over hoeveel boetes ik heb. Het rijdt om discipline, bro, hoe goed je ook bent. Ieder jaar ging u proberen om naar Kaapverdië te gaan. Ieder jaar. Met de kinderen. Ja. Waarom? Proberen hun te leren waarde van leven. En vond ik leuk als wij terug naar Nederland kwamen, dan wilden ze altijd hun schoenen delen en hun broek. Sommige kinderen die lopen met overhemd, maar zonder onderbroek. Dan gaan ze delen. Als wij terugkwamen, delen ze onderbroek, delen ze schoenen. Mooi. Graag geven aan anderen. Dat vond ik ook heel mooi. Broederschap komt ergens vandaan. Geven, ja. Het komt van boven, maar het komt ook vanuit huis. Het zijn foto's samen met mijn broer ook. Hier is hij dan. Cabo lage streepje smooth babyface. Zeker weten. Jawel. Trots om met ja. Jawel. Kleine
biertje. Ja. Onder de comments. Maar ja, eerst de kapsel. Hoe kijk je terug naar deze foto's als je dit zo terugziet? Kleine jongens zonder zorgen, man. Dat. Ook nog niet wetende dat je belasting moet betalen, die dingen en zo, die hoofdpijn. Dat, gewoon alles. Alle hoofdpijn, alle dingen dat je denkt. Je weet gewoon niks. Gewoon, je bent gewoon prei, toch? Ik ben onder de indruk van hoe Em's moeder haar zoons op jonge leeftijd normen en waarden meegaf met respect voor hun Kaapverdiaanse afkomst. Een andere plek waar Em's zijn roots in Rotterdam terugvindt is bij een Kaapverdiaanse kookstudio die Jer's moeder runt samen met haar familie. Ze maken een typisch Kaapverdiaans gerecht, cachupa. Jer's favoriet. Is Jersey de een van zijn lievelings, toch? Ja. Ja, kijk. Ja, het is een traditie, maar elke zondag. Nu woon ik niet meer thuis, dus heb ik een beetje ruzie met mijn moeder soms daarover. Omdat ik vind dat de distributie niet goed geregeld is. Maar elke zondag, man, traditie. Dit is volgens mij ketchup, is echt een slavernijvoedsel, toch? Meneer Em's is bekeerd tot de islam, dus eigenlijk mag hij geen deel uitmaken van deze pan. Zeg maar, als we weten gewoon dat mensen bijvoorbeeld geen varkensvlees eten, dan bereiden ze het voor met vis. Wat maakt Em's nou typisch Kaapverdiaans? Ik zie gewoon, ik ken verschillende soorten Em's. Ik ken de roekeloze Em's, ik ken de hele lieve Em's, ik ken de boze Em's. Maar wat maakt hem echt Cabo? Ja, gewoon hoe ritmisch hij is. De manier hoe hij van eten houdt, hoe hij van vis houdt. Het dansen, het feesten. De manier ook hoe hij zijn vaderschap invult. Hoe hij omgaat met zijn medemensen. Dan kan je echt zien van, kijk, dat is een kabel. Ja, die komt naar de café. Weet je wat zo mooi is aan dit? We zijn hetzelfde. Ja. Ik wil jou even vragen, wat is hetzelfde? Wij zijn hetzelfde. Ja. Wat vind jij ervan, Jer, dat wij naar Kaapverdi gaan? Ik ben jaloers. Ik ben ook jaloers. Ik zeg altijd, als je de podium hebt om iets terug te doen of iets te laten zien waar je vandaan komt, dan kan je alleen maar respect voor hebben, man. En wat vindt u ervan? Ja, ik ben ook jaloers. Als er iets is dat ik jaloers op word, als mensen naar Cabo gaan en ik niet. Ja? Ja. Je moet je roots kennen, sowieso. Anders ga je zelf ook nooit leren kennen. Vind ik wel. Ja, mooi gezegd. Ja. Ik kan niet wachten om naar Kaapverdi te gaan, om naar Afrika te gaan. Zeker. Ik neem Em's mee naar het land dat zijn moeder als 14-jarig kind achterliet op zoek naar een beter leven. Kaapverdi, een eilandengroep tegenover de westkust van Afrika met als hoofdstad Praia. Hoe voelt dit voor jou? Heerlijk. Ik voel me goed. Ik ben blij. Ik ben nu misschien... bijna 2 jaar geleden ben ik voor het laatst geweest. Weet je, je bent natuurlijk niet geboren in op de Kaapverdische eilanden. Maar voor mij voelt het wel zo. Ja, het is anders, man. Het is heel anders. Het is anders dan dat je op de Rotterdam Blaak... Ja. Kan je dat gevoel omschrijven? Wat is dat? Ik dacht dat als ik in Marokko ben, is het een soort van kippenvel ook wat ook met de geur die je ruikt. Dat meer. Gewoon zeg maar, al toen we vliegtuig uitstapten, zeg maar, je hebt een bepaalde geur. Ja, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, maar die geur dat je ruikt, je weet gewoon van, oké, ik ben geland. Ik ben er. We zijn er. Dat. Hoe was dat als kind dat je hier aankwam? Als op het moment dat je hier landt en je gaat naar familie toe, huizen zitten vol. Is geweldig. Is niet normaal. Is niet te beschrijven, man. Weet je, destijds werd je opgehaald alsof je de Olympische Spelen hebt gespeeld, zeg maar. En je wordt echt zo opgevangen, weet je, door familie. Dan komen een paar ooms of tantes, kom je dan ophalen. En dan zet je koffers in zo'n jasi, dat is zo'n busje waar we net, zeg maar, mee zijn gekomen. Spring je gewoon erin. Je neemt genoegen met weinig en dan ga je naar familie rijden. En ja, dat voelt gewoon als thuiskomen. Op 5 juli 1975 werd Kaapverdië onafhankelijk van Portugal. Maar de gebouwen in koloniale bouwstijl vormen een dagelijkse herinnering aan de Europese bezetters die jarenlang de dienst uitmaakten op het eiland. Het is echt wel te zien, Em's, aan de gebouwen hier, dat ze hier hebben gezeten. Ja. Portugezen, ja. Italianen. Daarom waardeer ik ook op deze momenten om hier, zeg maar, te komen om daarbij stil te staan en te beseffen
wat er uiteindelijk, zeg maar, uiteindelijk in het verleden is gebeurd en zo, weet je. Ja. En krijg je dat ook mee van je moeder en van de familie? Hebben jullie het wel eens over? Als ik eerlijk ben, zijn we niet echt diep zeg maar, op dat ingegaan, omdat er zelf ook sprake is van onwetendheid, snap je? En omdat je geen besef hebt, ga je ook niet zeg maar, kijken naar van, oké, maar wat is er eigenlijk, tenminste vanuit mezelf, dat ik mijn moeder vraag van, hey, wat is er vroeger daadwerkelijk gebeurd? Vooral nu zeg maar, op deze leeftijd en de fase waar ik nu in mijn leven zit, waar wij als broederliefde zeg maar, doorheen gaan, ga je wel zeg maar, onderling, voel je wel gesprekken en probeer je wel daarover te praten en ga je zelf ook research doen van, het is wel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. En waar bepaalde gedragingen en handelingen vandaan komen. Want elke reactie heeft ook een geboorteplaats. Alles komt ergens vandaan. Weet je? Dat zeg je heel mooi. Elke reactie heeft ook een geboorteplaats. Wat bedoel je daarmee? Ja, de schades die gecreëerd zijn, die ontstaan zijn door de slavernij. Of de gebreken en tekortkomingen waar zeg maar, onze ouders niet, of voorouders niet kunnen blamen. Weet je? Als je daar bewust van bent, dan weet je waar bepaalde dingen vandaan komen. En zelfs dingen die weer doorvertaald zijn, onbewust. Niet met die bedoeling op ons weer, zeg maar, de nieuwe generatie. Ik ben onder de indruk van hoe Ems zich bewust is van het beschadigde verleden van zijn moeders moederland. We laten de stad achter ons en ik neem hem mee naar Cidade Velha, de plek waar de Europese bezetters een eerste nederzetting stichten op het eiland. Is dit de geboorteplek van de schade waar Ems het over heeft? Hallo. Hallo. Good afternoon. Thank you. My name is Kevin. My name is Simon. Hola. Ruben. Stavis. And welcome to Cidade Velha. It's the oldest city in Cape Verde. And this is where everything started for the Cape Verdeans. This is the cradle of a nation. This fortress was built all by slaves. So right now we're gonna go to the valley. This was a laboratory for plants, people, and animals. So when they was bringing animals, the animals didn't work. It didn't adapt. The only animal that adapt here, you can tell, is cows, and goats, and pork. Mm-hmm. That animals didn't adapt here with the weather. Same thing with the Portuguese, because they wanted to do all white plantation. After they was dying from malaria, mm-hmm. and they couldn't adapt to the weather because of the skin, they started bringing the slaves. Here was the first place where they sold slaves. All the slaves first stop here, and they go sell them over there. So Cuba. This was a stop between the other countries? See, they stopped to the other countries. To transport. Yeah. The reason why they brought them here first is to teach them how to work the land. They baptize them and send them to different countries. What does it with you if you so hoort? Betekent heel veel voor mij, eigenlijk. Als kleine jongen ben ik hier natuurlijk heel vaak langs gereden, zeg maar. Ook gewoon, daar denk ik nu aan, zeg maar. Je staat er niet bij stil, zeg maar, als kleine jongen van wat hier allemaal gebeurd is, omdat je onwetend bent en je weet geschiedenis nog niet. En je hebt überhaupt ook nog niet het bewustzijn om te vragen aan je ouders of oma, familieleden, ja. Van wat is het geschiedenis van onze land eigenlijk, weet je? Dat slaven hier getraind werden eigenlijk, gemarteld werden en uiteindelijk doorgevoerd werden naar Zuid-Amerika. Ja. Merendeels, dat is wel echt een heftig verhaal. Het is eigenlijk gewoon een litteken die wordt gebruikt als monument. Dat is het. Ondanks het feit dat het heel heftig is wat hier is gebeurd, ben ik wel gewoon blij dat ik onderdeel van deze cultuur mag zijn. Met borst vooruit. Borst vooruit, zeker. Ondanks wat we hebben meegemaakt en onze voorouders daarvoor hebben meegemaakt, voorouders. Staan we er nog steeds. Op het dorpsplein van Cidade Velha is de aanwezigheid van de Portugese bezetter nog altijd zichtbaar. You see the cross on top? The cross on top is the cross that you see on the Portuguese flag. You see, I see it on the football shirts. On the football shirts, mostly on the Cristiano Ronaldo shirt. Yeah, I see it, yeah. And this was a slave market or slave auction, where they used to come bring the slaves, and they look, the slave have a nice hair, or nice skin, nice teeth, so they can buy them.
So he used to check the slave. Like when you go to the store, you want to buy a car, you check the car is good. That's what he used to do. So they would put someone on here? Yes. They and put to check it out. With the chain. Okay. Let me show you the stuff. Come see. You see the stuff over here? Gek, man. So they used to chain them around here. They used to chain them. People come and look at their back, if they got a nice back, and if they got a nice teeth, if they're strong enough to work. Hard, huh? So this is Batuku. It's traditional, one of the oldest traditional Cape Verdean dance. The way they do it at the time is to visualize against the Portuguese masters. When they dance with the clock around their hip, to use them as a sex dolls, basically, the slave masters. So they used to show them the dance and the hip, act like they're doing the seduction, but they're not really doing the seduction. And at one time, they stop all that because the people from the church and the slave master was thinking it was too much. Hoje sou mulher com força. Muito. Obrigada. Destijds werd het natuurlijk verboden. En nu zie je gewoon de vrijheid en dat geeft mij gewoon kippenvel ook, man. Ook vooral de boodschap die ze mee willen geven, weet je. Als je dat echt begrijpt, dan gaat het echt in ziel. Bori baatje, kunjas? Niet een paan. Maar maar een paan. Kijk. Is het deze, China? Maar jos de kante, jos de kante. Welke effecten merk jij nu van het slavernijverleden? Met heel veel mensen uit het verleden heb ik daarover gesproken, zeg maar, vanuit jeugd en alles. En merk je toch wel dat iedereen kampt met dezelfde schade issues. Of het is daddy issue, of het is, ik heb ook de harde hand gekregen. Als je gaat kijken naar heel veel jongeren die nu zeg maar ouder zijn, die jeugdtraumas hebben, dan komt het toch wel op neer van, als ze gesprekken met de ouders gaan voeren van, waarom heb je me destijds zo vaak geslagen? Ze weten bijna geen antwoord te geven, omdat ze het ook zo hebben geleerd, weet je. En hun ouders hebben het ook weer zo geleerd. En zo heb je, zeg maar, die domino-effect. En daar komt het eigenlijk vandaan. En dat komt uiteindelijk, als je, zeg maar, die effect, zeg maar, door gaat voeren, komt het allemaal vanuit slavernij. En hoe was die opvoeding van jouw moeder als kind? En later, want jouw moeder heeft ook op een gegeven moment een ontwikkeling doorgemaakt door met jou in gesprek te gaan. Je bent een andere generatie natuurlijk. Ja, tuurlijk. Op het moment dat je, zeg maar, een karakter vanuit hier in een café die je creëert en je krijgt bepaalde dingen mee en je gaat naar Europa om te overleven, wat zij ook allemaal hebben gedaan, weet je, op jonge leeftijd. Mijn moeder was bijvoorbeeld 14 jaar. Je bent nog een puber, weet je. En ja, 2 jaar later was ze al zwanger. Mijn moeder is op 16-jarige leeftijd is zwanger geworden. En dat je dan al niet eens... Je bent nog een kind. Je komt hier vandaan, je gaat naar Europa toe, waar alles nieuw is. Je kent weinig mensen. En je wordt al moeder, weet je. En op die leeftijd vervolgens nog 2 kinderen daarna krijgt. En zeg maar die groot moet brengen. In je eentje. Dan creëer je toch een dikke huid. Dat is wel, zeg maar, wat er vroeger dan wel ontbrak, zeg maar. Dat je gewoon... Je moest maar luisteren gewoon, snap je? Je kon geen vragen stellen bij wijze van. Het was dit, dat. Geen vragen stellen. Terwijl we op die leeftijd al misschien met bepaalde gevoelens zaten.
Daar was geen ruimte voor. Er was geen ruimte om je gevoel te uiten, weet je. En dat is wat ik net zeg, toch? De harde hand. De harde hand? Misschien moet je huilen. Nee, niet huilen. Je kan niet huilen. Er is geen tijd om te huilen. Er is geen tijd om te huilen, tijd om emoties te tonen, tijd om vragen te stellen. Er was geen ruimte. Je had weinig ruimte. Zo moest je hard worden en groot worden. En uiteindelijk merk je dat op dat moment, puur door die onwetendheid, is dat wel een schade die uiteindelijk gecreëerd wordt bij ons allemaal. Klinkt als in overlevingsmodus door het leven gaan. Zeker. Dus niet leven, maar in overlevingsmodus. In overlevingsmodus, constant overleven. Constant, weet je. Maar nu kan ik gewoon echt conversaties met mijn moeder voeren. Gewoon en vragen stellen van, oké, waar komt dit vandaan? Deze manier is nog ouderwets, je moet meegaan met de tijd, weet je. En dan lacht ze soms en dan heb ik gewoon een conversatie. Dat ik denk van, ja man, zo hoort het ook, weet je. Dat je gewoon kan praten met je moeder over alles. En uiteindelijk zijn wij, denk ik, zeg maar, onze generaties gekomen om die patroon te doorbreken, denk ik ook. We reizen verder over een weg die Ems kan dromen. Het is de weg naar het geboortedorp van zijn moeder, Porto Gouveia. We zijn op weg naar opa en oma. Ems, het is ook wel een herkenbare spot voor jou, deze bus. Ja. Wat voor herinneringen komen naar boven? Dit is een hele bekende bus. Wat bij ons onder de Caprianen wordt het een jasje genoemd. En als ik terugdenk aan die ritjes van de buurt van waar mijn moeder vandaan komt, waar mijn oma, opa vandaan komt, waar mijn familie vandaan komt, is op ongeveer 40 minuten rijden richting Preien, zeg maar. En dan ging je dan boodschappen doen. Ging samen met mijn moeder dan bijvoorbeeld, of met mijn tante of mijn neefjes. En dan ging je heel de dag zeg maar, naar Preien. En dan op de terugweg was het wel gewoon, was het gewoon proppen ook gewoon. Proppen? Maar je was gewoon gewend, weet je. En dan kon je gewoon lauw, kon gewoon hier in het midden, kon gewoon een geit gewoon zo hier zitten, zo gewoon levende geit. Gewoon in de... In die bus. Een geit in die bus? Lauw, gewoon een geit, gewoon naast je zo. Hou op, ja. Gewoon mee. Mee. Bam. Jelle, draaien. Ja. Wow. Geit of een levende kip gewoon zo mee, gewoon. Ja. Tak, gewoon ja. Wauw. Echt, Wataard, vis. Dit, kijk. In Preien komen is thuiskomen, maar deze buurt, hierboven woont mijn oma ook. Dit herken ik gewoon. We gingen hier zelfs voetballen op de weg. Aan de overkant gingen we altijd water halen. We moesten van hier echt naar de overkant om water te halen destijds. Zo. Echt anders, man. Daar beneden gingen we zwemmen dan. Dus echt, hier heb ik de meeste herinneringen, man. Signor, po subilie. Li paribe, paribe. Ja, peli. We gaan hier omhoog, kijk. Direct. Gewoon een hele klus. Snap je waar ik vandaan kom? Ja. Zo'n klus is niet rechtdoor, we zijn er. Zo'n hele klus. Kan deze hier omhoog, ja? Ik heb het gewend. Ik kan die. Ik laat jou nog zien hoe we moeten. We gaan hier gewoon rustig omhoog. Zo. Het is huis van mijn oma. Oh, wow. Dit uitzicht ook. Taya! De Nochiga! Papa! Papa! Ja, man. Papa! Lucy, man. Man. Ah, Lucy, mag ik staan? Ah? Is neefje ook van mij. Neefje van jou? Ja. Kijk. Je bent al daar. Mag ik hier staan, papa? Oh, lijn. Wat sta je? Je komt met de bezoek, man. Pa. Hoe is het voor jou om hier te zijn? Ja, het voelt als gewoon wat ik zei, als ik thuis kom. En goed om mijn oma en opa te zien natuurlijk. En de ouders van mijn moeder natuurlijk. En als ik hier ben, weet je, ben je met mijn moeder hier gekomen toen we klein waren, vakantie. Hoe waren zij hier als kinderen in deze omgeving? Takare ku cha, takare ku porco, pega porco mon takare. Ta toma baño, la posa, ta toma la posa, takare, durga. Lamar. Ems, zijn moeder, die is hier opgegroeid. Was heel jong toen ze vertrok naar Portugal. Hoe was dat voor u als moeder om dat mee te maken zo? Se un sentimal chora che, ogni figlio vuoi chora che, un sentimal. Figlio da rapporti così mai casa. Hoe kijkt u nu terug naar die tijd? Ze heeft nu meerdere zoons, woont gelukkig in Nederland. Het leven is goed. Goed. Ik ben content. Ik ben content. Ja.
Ems is heel muzikaal. Van wie heeft hij zijn muzikale kwaliteiten? Zing. Van u of van opa? Opa. Van mijn opa, van mijn opa, zeg. Zing. Opa, dat toch een geit. Papa, dat toch een geit, toch? Dat ratje geit. Dat pila geit. Wat wilt u aan uw kleinzoon meegeven? Imerso. A mente crepe continua com essa profissão que ia começa, mano, só tudo contente, que é tudo família, seus colegas e tudo mais. Só satisfeito com aquilo, por isso, não tem que tá continua com aquilo que tá vai para diante. Com essa profissão de música, que é aquele que gosta, por isso, não crepe, que avança com aquilo. E aprende aquilo, mas sempre eu sabia, essa chave a mim tinha gaita. Quem te jogava, quem era tomado, está gosta, por isso, eventa pensa, eu prefiro fazer aquele dia. Ik vraag me af of zij ook de Kapverdiaanse invloeden terug horen als iets horen van je muziek of iets hebben gehoord daarvan. Voor nu dat ik al content in het tabaatje. Nee, die nog. Ik wil nu fazer com tabanca também. Dit is ook het instrument wat nu komt, wat je gaat horen. Dat is wat hij speelt, zeg maar. Is dat hobby, guys? Maar wat dat toch een masker kili? Je neemt koos acert. Papa, dat toch een masker kili muziek kili, hoor. Hè? Wat toch wat toch gaat er aan? Ben je zo? Butini gaat er li? Eetien. Monstros. Ems, uw kleinzoon is heel groot in Nederland. Succesvol met muziek. Had u dat verwacht? Ja, ik kan het voor zijn. Ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. Maar mijn mens is groot. Ik ben groot. En nu. Ah, nu, nu, ja. Ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. Ik zie dat haar ook raakt. Het raakt jou ook. Maar dat is heel mooi. Wat is het wat jou raakt? Ja, het is meer, zeg maar... Je komt hier als kleine jongen en je bent zeg maar niet. Je weet niet op dat moment zeg maar, wat er te wachten staat zeg maar, als kleine jongen. Van hoe word je dadelijk zeg maar, groot en wat de toekomst kan brengen. Maar uiteindelijk is dit ook een stukje opvoeding voor mij geweest, voor mijn broer geweest. En ben ik dankbaar dat mijn moeder ons hier heeft gebracht om op vakantie te komen. Om uiteindelijk kennis te maken met waar wij vandaan komen uiteindelijk. En hier bij mijn oma en opa over de vloer. En die hebben ook ervoor gezorgd dat we hier gewoon de roots, stukje cultuur meekregen. Wat is de grootste les die je hebt meegekregen van je opa en oma? Dat ik eigenlijk nuchterheid, denk ik, nederig opstellen. Dat heb ik eigenlijk van mijn moeder en uiteindelijk ook van hun meegekregen. Want uiteindelijk, hun zijn uiteindelijk de bazen die uiteindelijk ons hebben opgevoed. Tenminste, mijn moeder hebben opgevoed en hebben gezorgd dat mijn moeder uiteindelijk naar Europa kan gaan. Voor hetzelfde geld was mijn moeder hier gebleven en dan weet ik niet hoe het zou aflopen. Het is ochtend in Kaapverdië en we zijn onderweg naar de moskee, waar Ems mij verrast met een bijzonder verhaal. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Hayakallah. Hayakumullah. Ahlan bikum. Ahlan. Salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan. Ahlan. Ems, we staan... Bienvenue, Banyos. Thank you. We staan nu voor de moskee hier in Praia. Ja. Waarom zijn we hier? Dit jaar heb ik die stap gezet om te bekeren tot de islam. En ik ben daar heel ontzettend blij mee. En niks is mooier om naar je moederland te gaan en dan te kijken hoe het daar eraan toe gaat met het geloof en religie en hoe zij daarop kijken. En, het is de eerste keer ook voor jou dat je de moskee bezoekt in Praia? Ja, ja. Dus het is voor mij echt een hele nieuwe mooie moment. En, we gaan kijken hoe het hier aan toe gaat. Ja. Ik heb wel wat vragen, natuurlijk. Ja.
كيف كتفاز أوراسون؟ أمي كتفاز. الحمد لله سين. كتفاز أوراسون. ما شاء الله. إيه كوز كوران كوسونا سكريفير نستلين عربي أو؟ إذا أنا نستلين عربي كو برتغيز. برتغيز تمام. إذا نعم. نوتن برتغيز نوتن. ما شاء الله. دي عربي تمام. ما شاء الله. إيجاسي ريليجون كريا نا كوفيرت تمام. بس سيتا باي سيتا باي سيتا باي تو ديا كوران سيتا انترنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أمي تامي إسلام. ما شاء الله ما شاء الله إيه بسبب أمي أرتيست أرتيست نولاند. ما شاء الله. فيدي ديفيسل بسبب. أو تفيدي. تشو كاري تشو كاري تراس دي موسيقى كاري تراس دي أو تكوز بسبب. فكانت زين. فكانت ما. دوس من جودة. إيه بتبي دي الله سبحانه وتعالى. بيجيو بيجيو نزين. نورسون. pardon. الحمد لله. كلا تجول طول دي با. الله. ونوفيك. ده جدا شيء والله. إلهي. إلهي مكوزة كران. مكوزة كران. سنوات الفيدا وبين بين وليوم زعتمين. إيه كوزة تمام. إلهي دوش كوزة لي وخ. إيه غاسي طول فين تجول با باس باس نفيدا. باس زعتمين. باس نفيدا. وما إزدام باس. بيدا تبعي فاش كتام تكاري فاش. تام تبعي فاش. تام تبعي. طول دي موتر سيدرا دي نيوس. طول دي أوتر نمو. Masuk dia juga tu aku fikir nampung kami ini. Okey, beriak. Abis senyum stud, amin. Penyus kriya mas, penuh fikir mas grand. Mas grand. Islam for. By friend sih. Mas fikir content di penyus tambah. Kelly no taro Kelly present sinchal. Present. Tamam. Hidayah. اللهم بارك اللهم بارك الله فيكم جزاكم الله خير وجزاك جزاكم الله خير الله بينصرك الله سبحانه وتعالى بينصنيوس امين بينصنيوس يبانوس جونت ماس يماس كريولوس ماس تودو برادس بنو جونت يبانو كريه ماس امين ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خيرا وجزاك اي والله وجزاك Je straalt helemaal. Noor. Je straalt helemaal. Dus dat is in Noor. Dat is in Noor. Ja, mooi. Ik heb ook een presentje gekregen van de broeders. Ik zie het. Het is geweldig gewoon om hier te komen in Café Adjen. Prime, mijn eerste keer dat ik naar moskee ga. En het is geweldig om hier broeders ook gewoon op zo'n afstand van je eigen cultuur, je eigen nationaliteit te zien groeien en uiteindelijk die stap te maken. En wat het mooie eraan is, is dat je... Het maakt niet uit waar je komt, vanuit religie, vanuit de islam. Dus, overal is het, je wordt hetzelfde behandeld, je wordt warm ontvangen, je krijgt dezelfde liefde, dezelfde energie omwille van onze schepper Allah subhanahu wa ta'ala en dat is gewoon mooi. Hoe anders is het voor jou om hier naar de moskee te gaan en in Rotterdam? Ja, het is wel anders omdat je zeg maar, je bent hier, je bent toch wel gewend om dat café die zeg maar gewend bekend staat als ja, feesteiland, feestland en ja, bekend staat omdat er meer christelijke zijn en katholieken, weet je. En ik ben zelf ook christelijk opgevoed vanuit door mijn moeder. Dus en ben ik haar ook dankbaar voor dat ik überhaupt gewoon geloof heb meegekregen vanuit huis. Maar dat is eigenlijk wat je meekrijgt vanuit hier. En dan is het toch wel bijzonder dat je zeg maar hier op Kapverdische eilanden dan ziet dat ze ook gewoon stap voor stap... Ze hebben nog geen centrale moskee, maar daar zijn ze mee bezig en keihard aan het werk. En, inshallah kan ik daaraan participeren, misschien in de toekomst met Gods wil, weet ik hier aan bijdrage aan te leveren. Als dat mogelijk is, zou mooi zijn. En als dat niet zo is en in de toekomst kan er wat anders komen, geer inshallah. Subhanallah, wanneer ik die besef krijg. De duivel trekt mij en soms raak ik de weg kwijt. Iedereen op door als het middaggebedstijd. Soort zoek soort en ik zweer dit is echtheid. We rijden door naar de buurt van de Kaapverdische muzieklegende Bitori. De in 1932 geboren accordeonist is met zijn gouden handen de grondlegger van het muziekgenre Funana. Bon dia, cachor. Hoorde... Ja, man. Wie zijn we? Ik hoor de muziek al. Hoor je het? Ik hoor de muziek al. Buon tardi, signor. Bitori. Grandi lenta. Afim. Randyland, is wie er? Saudi. Oei. Saudi. Saudi Samaria. Takai Tarabira. Takai. Sima Deus Cre. Sima Deus Cre. Sima Deus Cre.
Ja, wat voor herinneringen heb jij aan hem als artiest? Vitor is een begrip voor de Cape Verdean eigenlijk. Hij is eigenlijk voor Funana, een van de muziekstijlen, een van de bekendste muziekstijlen, is hij de legend, de grondlegger. En hij heeft ook heel erg gestreden voor Capverdiaanse cultuur. Vitori bespeelt over de hele wereld zijn accordeon en trekt overal volle zalen. Onder de Portugese bezetting werd de muzieksoort Funana verboden. Maar ondanks dat speelde hij gewoon door. Hij wordt daarom gezien als een van de godfathers van het muziekgenre. Vooral in de tijd van, waar we het over hadden, de slavernij en dat de kolonisten zeg maar, ons land binnenkwamen, heeft hij voor de muziekcultuur heel veel betekend. En waarin het toen niet mocht, met accordeon spelen en alles, heeft hij toch gevochten om daar doorheen te komen, doorheen gedrukt. En uiteindelijk is het ook gelukt en heeft hij uiteindelijk... Mijn primaire album, hoe laat is het? 1997. Ja, 1997 heeft hij zijn eerste album, officiële album, kunnen lanceren. Dus na al die tijd. En dat is voor onze Capverdianen is dat zeker een hele mooie betekenis en legendarische begrip. Als kleine jongen luister je ook naar zijn muziek? Ja. Als ik daaraan terugdenk, mijn moeder kocht ook altijd cd's, Capverdiaanse cd's. En dan ging ze het huis schoonmaken bijvoorbeeld, op zondag in het weekend. En dan hoorde je gewoon, zeker hoorde je wel zijn muziek ook voorbij komen, zeker. The big legend, Homie Grande. Lende, Grande Lende. Maar zo'n mens. Nou, kijk, hij is ook bescheiden. Hij zegt maar, ik zeg dat hij een grote meneer is en een grote legend. Hij zegt, valt mee. Wat vindt u ervan dat uw invloeden worden gebruikt door succesvolle artiesten en artiesten over de wereld, nu? Dat je het dreed. Nos dozeren zijn toer criança para nos prender die wo moe gusta, begrijp je? Oké. Dat is bescheiden. Zo bescheiden. Ik heb er super veel respect voor, man. In de boetene kuzen om op tokken een x die ga je op ratje gaan. Tennis heel. Vitória Bibinha! Ah, die andere pakken. Ah, nós, grupo. Não tem grupo, Broederlift, chama Broederlift. E não tem grupo, não fazia com influência de Vitória igual. Não fazia som. E no som que lança, man, quer deixar o Ubi que é som. Pode deixar o Ubi? Sim. Vou vir a songo, no estilo moderno, com alguma boa influência. Mas eu dou a ver aquele gaita. Sim. Ficou bom, ficou bom. Então curte. Bom. No pai, aquela influência de Vitória. O modo de Vitória é um som grande. E para nós... Fazer muita coisa, inspira nós também. Fazer muita coisa para nós. E não usa que som, ainda som que lança, mas segura a corda para não pôr de lança. Não, ele pôr de lança, bom. Não, está bom. Preparado para lança, interessante da mão, não? Não, queria que ele está bom. Obrigado para tudo, coisa. E para a coisa tocar direito. E Deus abençoe. Dá uma saúde e tudo, coisa. Tocar direito na vida. E se pôr, anda para o número, anda de vez em quando, anda manda uma mensagem, anda chama o Inshallah, não te realiza o curso. Sim. Obrigado. Thank you. Sim, obrigado. Obrigado. Thank you so much. Wow. We komen net van de legend. Ja, de legend hemzelf. Pak in één keer door. Hoe wij zeggen, wij Cabo zeggen dan, hoe best bij? Yes. In één keer door. We zijn nu bij MC Akondizé. MC. Qual é, jongen? Qual é, Moksa? Tudo cool. Dat kun je ter rabieren, maar. Zie wat je ons krijgt. Oh, no. Cabeça frio, cabeça frio. Hello. You good? I'm good.
Gelson Patrick Oliveira staat bij het grote publiek bekend als MC Akondisi. Hij is in Kaapverdië een grote artiest en treedt veel op in landen met een Kaapverdiaanse community. Als MC Akondisi langskomt, dan gaat het dak eraf. Zoals hier in de Maassilo in Rotterdam. We zijn nu in deze studio met deze grote Kaapverdiaanse artiest van deze tijd. Ja. Hoe luister jij en kijk jij naar hem? Het is mooi om te zien dat zo'n jongen als hij, die vanuit Kaapverdië dan zeg maar hier geboren is. En hij heeft het eigenlijk met heel weinig opportunities. Niet de educatie die wij hebben gehad, zeg maar, vanuit Europa en Nederland. En als we het dan zeg maar zo kan maken, is het alleen mooi dat zo'n jongen dan zo'n naam kan maken. En vanuit hier, klein landje, eigenlijk maar grote impact. Hoe luister jij naar de muziek van Broederliefde? Há muito, antes de começar a cantar, eu me pôr minha intenção há 4 anos. Não estou a ser som, mesmo um menino que vinha de Holanda, que vinha para a ferra, ele sempre está a falar disso, Broderlivre, Broderlivre, Broderlivre. Começa a tabar ouvir isso, vira todo mesmo uma sonoridade meio diferente. Depois eles me lançam um que unite, que toca ali, que lavanda, 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 minha mãe. Que ele era hit dentro de Cabo Verde. Começa a tabata seguir, tabata seguir, tabata seguir. Antes de me com o tem amizade e tal, mas tabata seguir esse trabalho, não tabata seguir, estou ainda menino, que está bem, que está tem que bem gosta mesmo de estilo que esta faz de música e dele mesmo como uma pessoa. Para você entender, a partir desse momento que me fala com ele, é mostrar um. Humildade, love próprio, love mesmo, não põe connection, e basta eu ouvir aquele último, como ali, aquele que também Zeca, né, ele? Stunt. Aquele voz. Uh-huh. Uau, te identifica um coisa Cabo Verde, uma música que tá toca ali, pô, essas músicas tá toca ali. Entendeu? Tá tocando na carro, meninas que também ali, Satobi, na São Vicente, então, essas músicas tá tocando, tá na discoteca, tá passa tudo hora, entendeu? Então, já, és um embaixador, mesmo esse canance ali, és um embaixador de Cabo Verde, pô, aí ele, por favor, ele fez o crioulo, então, essa emite Cabo Verde na mapa, é? Uau. Obrigado. É. Obrigado por tudo. Wat doet het met jou om dit zo mooi, te horen? Mooi, doet me goed, zeker. Doet ons sowieso goed. Maar dat is ook wederzijds. Ook naar hem toe, wat hij creëert hier. Weet je, hoe energie is different. Ik ben een flow. Ik ben artiest ook, maar hoe energie. Dus ik heb maar een respect. Moet respect, papa. Ik ben een baby. Ik ben een draga. Maar als je subi naar palco, go. Hoe ze het exploedt. Hoe ze het exploedt. Wij geven ook gewoon energieke shows, weet je. Maar het is mooi om te zien hoe hij dat in zijn eentje doet. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Shirt uit, trucken, miezen, trucken. Ja, hij geeft een show. Hij is echt een entertainer. Hij is een entertainer. En dat is nodig. Weet je, en dat is nodig. En ik hou daar zelf ook van, want ik zeg ook vaak tegen die boys. Je moet meer doen dan alleen muziek. Je kan niet alleen muziek maken. Muziek maken is één. Maar om echt een show te geven, gewoon entertainen, dat komt erbij. En dat maakt je een artiest. En daarom is hij een artiest. Kijk hoe hij eruit ziet. Ja, hoe stilo ik die lie? Hoe stilo ik die rappen? Artiesten, hij is artiest, je ziet. 100%. Bezof. 100%. Bezof. Love. Bezof. Mensen ontmoet. Zeker. Oude generatie artiest, nieuwe generatie. Ja. Wellicht dat er samenwerkingen komen. Gruwelijk, hè? Echt heel mooi om te zien. En los van dat jij een steentje wilt bijdragen ook aan dit land, ja, wil je een steentje worden? Zeker. En iemand die dat al is een goede vriend van jou, ja. Dani. Ja. Die gaan we zo ontmoeten. Zeker. Ja, steentje, steen. Eigenlijk wil je gewoon een steen worden en onderdeel zijn van de ontwikkelingen hedendaags, weet je. En inderdaad, dat is waar wij als Broederliefde, als collectief, echt mee bezig zijn de afgelopen tijd. En Dani is een hele goede vriend van ons. Ja, sterker, meer dan een vriend, is gewoon echt een broeder in de afgelopen jaren geworden. En werkt aan zijn carrière en aan zijn toekomst. En heel inspirerend ook gewoon zijn verhaal. Dus laten we hem gaan checken. Let's go. Nu bij! Yo! Hoe best bij? Wale, wale, jongens, wale!
Alleen Chef, jullie praaien, ja, hij is een gevestigde ondernemer hier, hier op de Capverdische eilanden. En begint steeds groter te worden. Ook naar Europa toe, Amerika. En vanuit daar probeert hij gewoon zijn naam nog groter te maken en zijn merk. En we zijn super trots op hem. En daarnaast is hij een hele goede broeder en hebben we heel goed contact. 10 jaar geleden is hij hier naartoe gekomen. En hij heeft het echt aardig voor elkaar, man. Danny, want wat doe je hier allemaal? Ik ben multifunction, Rams. Ik gosta de investir. Tchau, desde menino, o conchinha sempre está flowing. Não pode estar ali, tá brincando, coisa, mas não mexe. Investe na valor, certo? Wat zou je willen adviseren aan Capverdianen die in Europa wonen en iets hier zouden willen ondernemen, zoals bijvoorbeeld Ems? Nintendo, tchau, conselho, para apanhar jovem. Nem mais é para jovem, conselho que tem que dar, para mozinha, tem que esse conselho, para que alguém mais bem, para jovem. Nós voltamos à nossa terra. Nós bem investimos na nossa terra. Ali é valor certo. E de ali não pode fazer tudo coisa. Fazer para mim, fazer para a boa família, fazer para o nosso povo. A nós é unido. O que tem o land Capverde nodig om verder te groeien, om verder stappen te maken? Você sabe que eu quero ver esse mestre, para criar mais grande. Um mestre de nós. Nós que tem influência lá. Ei, isso é de rua mais. Vai cá de espanga mais. Não, não, não. Espanga. Espanha de nós. Gás e nobreza, entrepreneurs. Eu entendi que você é muito. É, claro. Vida é assim, mano. Um dia é assim, amanhã é assim. Business. Mas nada é mais bonito que investir na buter. Na buter, yeah. A jongens zoals hij laten de andere kant zien. Van, oké, wacht even. Ouders en familieleden vanuit de donkere gemeenschap zeggen liever niet investeren, want dadelijk raak je je geld kwijt. Je krijgt alleen negatieve verhalen te horen. Maar jongens zoals hij laten zien, 10 jaar geleden al, is hij toch komen investeren. Dat is voor ons alleen een eye-opener om het ook te doen. En dan kan je creatief over sparren met elkaar en dan zeker inshallah komt dat goed. So love, Holland. Op die dag, ja, we zochten die stapels. Onze laatste dag op Capverdië breekt aan. En de woorden van Dani lijken Ems geïnspireerd te hebben. We spraken Dani. Hij is al onderdeel van het nieuwe Capverdië. Ja. Waar gaan we naartoe? We zijn nu onderweg naar een school. En we hadden het ook bijvoorbeeld over iets terug doen voor je land, weet je. En kijk hoe we de kinderen blij kunnen maken op een school door middel van schoolspullen, schooltassen. Om dat te geven en stap voor stap daarin, inshallah, dat het groter kan worden en nog meer dingen te kunnen doen voor het land en ja, voor de kinderen, want dat is toch wel de toekomst. Bijvoorbeeld wat voor ons heel belangrijk was en doorslaggevend om zo'n stap te zetten, is ook weer het moment dat je bijvoorbeeld met Memphis de Pijn naar Ghana gaat. Ja. Als je ziet wat hij voor zijn land terug doet, is huge. Jij bent heel emotioneel betrokken ook ja, bij Capverdië. Ja. Hoe komt dat? Wij als Capverdianen zijn gewoon trots, snap je? Ook los van buiten ons als broederliefde, als collectief. Weet je? En dat is voor mij persoonlijk is dat heel belangrijk. Omdat uiteindelijk mijn moeder komt hier ook vandaan, weet je? En als je gaat beseffen en stil gaat staan bij hoe verwend wij eigenlijk in Nederland zijn, weet je, dan kan je ook gewoon vanuit het hart iets teruggeven aan het land, weet je. Goedendag. Wat doet het met jou als je hier in deze klas staat en de kinderen zo voor je ziet? Nu is er echt contact. Ja. Ik zie heel veel kinderen die hoop hebben en geloof hebben om uiteindelijk de toekomst van Capverdië te worden. Dat zie ik hier. En ondanks dat ze het wat moeilijker hebben dan dat wij hebben, denk ik wel dat er zeker aan gewerkt kan worden. En als wij dan daar onderdeel van kunnen zijn om deze kinderen te helpen. Bijvoorbeeld wat je hier ziet, misschien een betere bord, weet je. Misschien tafels voor de kinderen. Ik ga een stap verder. Een broederliefde school. Zou nog dieper gaan, zeker.
Estou contente, mas está ali com nós. E para não fazer qualquer coisa ali para nós, para morrer. Nós é futuro de Cabo Verde. Nós é crianças, Maticá. Nós é vira grande, nós é jovens. E se hoje não é nosso rosto, então hoje é esperança. Põe os cria mais, põe os vira grande. E põe os sonha, mas que eu sou sonha, não. Continua a escola, estudo é importante também. Meus hobby com minhas mamã, meus hobby com o papá, meus hobby com o professor também. Você, a mim nasci na Holanda, mas no coração, na sangue, a minha é caverdeana. Me passa, postura. Dentro tem um segundo do homem, passa, vou botar a chamada de coisa lá dentro, presente, já? Para, man. Gaat er door je heen? Ja, gek gevoel, man. Ik heb geen kinderen, maar denk jij ook bij dit soort momenten aan, aan je zoontje? Zeker, man. Dat zeker. Dat is... Zeg maar, net kreeg ik even een momentje voor de klas. Ik kijk naar die kinderen en dan denk ik van, oké, ik had, zeg maar, dit kunnen zijn. Dan denk ik van, wat hebben we te klagen? Dat moeten we onze kinderen ook meegeven, weet je. Dat ze moeten leren waarderen. Ik denk dat het nog mooier is als je ze naar dit soort plekken brengt. Zodat ze ook kunnen beseffen waarom je dankbaar moet zijn. Het feit dat je naar school kan. Het feit dat je al naar school kan gaan en dat je onderwijs kan krijgen, ga je ook echt waarderen, weet je. En dat, dat zijn wel de kleine dingen die we aan onze kinderen mee moeten geven. Ik ben heel dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken. Vanuit een andere perspectief, andere optiek. Bij mijn opa en oma natuurlijk ben geweest, wat ik vaker heb gedaan, maar nu vanuit een andere optiek. Voor hun was het ook de eerste keer dat ze überhaupt een camera voor hun neus hebben gehad. Maar ik ben echt oprecht heel blij met dit. En gelukkig ook. Voel je je helemaal thuis als je hier bent ook? Ik voel me vrij als deze hond gewoon. Ja, net deze hond doet hij ons de hele tijd volgen. Hij is hier gewoon, hij is met ons. Hij is hier met ons, hij gaat zit ook gewoon flexie, gewoon tranquil gewoon. Ja. En dat is gewoon het gevoel, gewoon hoe deze hond, zeg maar, hoe hij gewoon flext. Dat is het gevoel wat op deze eiland heerst. Hoe heb jij dat eigenlijk ervaren vanuit jouw perspectief? Hai, hoe ik het heb ervaren, Ems, ik zeg je eerlijk, ik heb een andere kant ook van jou gezien. Weet je, echt een hele mooie, emotionele, betrokken... Jongen, bij het land beeldt ook wel wat veranderd, maar nu heb ik het echt gezien, gevoeld. En dat inspireert ook. Dat raakt mij ook. Ja. En ik hoop dat je dat ook gewoon zo blijft doen. Ja. Weet je, gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. Ja. En die emotie zo puur houdt gewoon bij jezelf. Zeker. Ik denk dat als ik terug ben, dat ik ook mijn gevoel met de jongens zeker ga delen. Kijken misschien naar waarbij je een steentje kan bijdragen om het land te verbeteren. Om inshallah gewoon stappen te zetten en gewoon uit te voeren uiteindelijk, weet je. Ik wil jou bedanken voor deze hele mooie reis. Het is inspirerend. En het feit dat je ons letterlijk terug hebt meegenomen back naar jouw roots. Naar je moederland. Dankjewel. Jullie ook bedankt. En ik hoop dat we hier allemaal van kunnen leren, weet je. En dat het voor jullie ook motiverend is, inspirerend is. Ik wil jullie ook bedanken bij deze.